En luisteraars spraken ons er ook op aan dat wij ook meedoen aan, zoals jij dat noemt, de Trump-ziekte, omdat Trump de naam van uh, Kamala Harris verkeerd uitspreekt. En uh, dat, zou, dat zou ook een racistisch component in zijn. En wij blijken dat ook te doen. Ik was me daar zelf niet bewust van, moet ik jij zeggen. Jij zelf zegt gewoon Kamala Harris. Ja. En wij zeiden Kamala Harris. Ja. Beste luisteraar. En, uh, met heb je dat bericht u... gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Okay. Het, wat u zegt is, uh, is onmisleidende onzin. Zo, zo, altijd als het over Trump gaat, wat er ook maar mee te maken heeft, niet waar, dan, dan doe je in zekere zin mee aan al deze flauwekul. Wij zeiden Kamala Harris om de eenvoudige reden dat in het Nederlands de klemtoon op de, op de een na laatste lettergreep van valt. Oké, en luisteraars zeiden jullie doen bewust wat Trump ook doet om haar zwart te maken. Dat zeiden ze. Wilt u dan alsjeblieft direct ophouden met luisteren en opzodemitten naar een andere podcast? Wat een misselijke, wat een misselijk verwijt, wat een schandelijk verwijt. Dan ben je toch echt niet goed, snikken als je dat doet. Maar hoe moet je het uitspreken? Want ik, ik was volgens mij... Eigenlijk... Kamala Harris. Okay. Als je verstand had, begreep ik van, van, van India, dan wist je hoe je het uit moest spreken. Toevallig hebben wij geen verstand van India, dus wij gebruikten een uitspraak die spoort met de Nederlandse klemtoonregels. Ja. Doet... Maar deze, dit verwijt is wel echt volkomen knetter. Wie was dat? Daar wil ik de naam van wel weten. Nou, verschillende mensen hebben dat gezegd. Verschillende onder... mensen? Ja, ja, ja. Zult Wilt u ik... allemaal opdonderen? <laughs> maar... Ja, ik wens niet hiervoor een soort van Trump-sympathieke racist uitgemaakt te worden. Wat een onzin zeg. Ja, ik zal je dat bericht nog eventjes... Dan ben je toch wel go ook goed het spoor bij, als je dit soort van dingen zegt. Maar ik denk dat mensen het wel uh, met de beste bedoelingen hebben doorgegeven. Ik geloof er niets van. Dan, <laughs> als het met de beste bedoelingen is, bent u wel zo godvergeten stom. Niet waar dat ik er niks van maken kan. Maar hoe spreekt Trump het dan uit? Want nu wil ik ook wel even weten hoe het ja, zit. Trump zei dat, je niet wist, dat hij niet wist hoe hij die uit moest oh, spreken. Ze okay. zei Kamala of Kamala, dat weet ik verder okay, ook niet. Okay. Maar het is, dus, is flauwekul. Het maakt niks uit hoe we het godverdomme uitspreken. Daar gaat het toch helemaal niet om? Heb ik ooit een suggestie gewekt dat ik een sympathie voor Trump heb? Dat ik, geen geweldige, dat ik niet een geweldige supporter van Kamala Harris ben? Niet waar, dat is een andere zaak. Ik zal even... Maar dat heeft niets te maken met discriminatie of wat dan ook. Maar puur realistisch met de inschattingen van de electorale verhoudingen. Ik zal eventjes kijken waar het... Um... Waar het nou staat, want dan kunnen we het meteen Ja, eventjes... ik kan me daar wel over opwinden. Wat zijn dit nou voor. voor wat zijn dit nou voor rare lui? En zoek je rare verdachtmakingen. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd? Als heb ik... je dan nooit geluisterd naar wat ik gezegd heb over dit soort van dingen? Even kijken. Hier, ik heb verschillende mensen. Ik zei. Hallo Maarten en Tom, in de bijgevoegde Link. Wat wetenswaardigheden over mevrouw Kemla Harris. De voornaam wordt trouwens uitgesproken als Kemla en niet als. Kamala, zoals de meeste mensen doen. Hoe weten moeten de meeste mensen dat weten? Hè? Is die een persoonlijke kennisvander of zo? Wat ik er op de, op de, in de media van hoor, wordt het ook niet op die manier uitgesproken. Ja, ik heb wel gezien dat New York Times ook iets schreef daarover. en Dat Trump bewust het verkeerde uitspreekt. Ja, dat is waar. Maar dat betekent verder niets. Nee, nee. Wij zijn niet op de hoogte van, in, van in de Indiaanse uitspraakregels. Nee, even kijken. Ik vind het ontzettend kwalijk soort van verwijten. Ja. Hier is ook nog iemand die schrijft: beste Maarten, ik weet niet of je het te weet, maar presidentskandidaat Trump schept er groot plezier in om de naam van Kamala Harris verkeerd uit te spreken, namelijk met de klemtoon op de tweede A. Kamala dus. In de Verenigde Staten wordt dit in algemene zin als opzettelijke belediging gezien. Zelfs een vicepresidentskandidaat. Dat is onzin. In de Verenigde Staten, kom op. Lulkoek. Misschien een columnist van de New York Times in de Verenigde Staten, kom op. Oké. Okay. Maar maar deze... Waar komt dit soort van? Ik kan hier nou toch wel zo gruwelijk aan ergeren. Ja, Hans Libbers uh, die zegt het, maar hij doet het wel met de beste bedoelingen. Hij, is niet, hij wil niet iets vervelends zeggen, hoor. hij wil meer dit doorgeven dat dit speelt. Want hij zegt dat fans het wel goed uitspreekt op de normale manier. Ja, fans is met een Indiaanse vrouw getrouwd. Ja. Dus die wist het. Ja. Even kijken of ik. Ja, dat zijn even de, de, in de snelheid de mensen die daar iets over nou, hebben gezegd. Het, st het stoort mij. Hmm. Omdat het ook getuigt van een fanatisme en aan de andere kant van het spectrum. Ja, ja. Hè, politiek correcte kletskoek is dat. Ja, het zijn natuurlijk ook allemaal dingetjes die afleiden van het inhoudelijke verhaal, hè? Want ook Trump bij die nou ja, dat, Daar had de New York een goed stukje over. Of in ieder geval een van de columnisten die zei: ja, hè, nou gaat het over wezenlijke zaken. En dan gaan we allemaal, gaan we, de hele discussie gaat over de uitspraak van de naam van Harris. Precies, hè. of hij ze vandaan Ook op, bij van... deze mensen die deze lullige berichten hebben gestuurd. Hè. U laat zich ook afleiden van wat de es ja, essentialia zijn. Ja. Nee, ik vind dat, sorry dat ik me weer erover opwind. Ik moet me natuurlijk niet opwinden. Ja. Zo'n podcast, ja, al die mensen die ermee in slaap vallen, die, die schrikken nu wakker. Dat is ook vervelend natuurlijk. Ja. Ik denk wel dat de mensen die het insturen, dat zij niet uh, jou de maat willen nemen of dat ze vervelend willen zijn hoor. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Want ik, ik, ik begreep dat mensen ook op een gegeven moment uh, dachten: van ja, we durven geen vraag meer te stellen. omdat het misschien verkeerd overkomt uh, op ja, Maarten. Dit, dit kwam goed verkeerd over, ja. Oké. Okay. Maar ik heb niet het idee ja, dat ze het zo bedoelen. Als, als de suggestie is: van ja, ik, ik, dat is, uh, ik, ik volg Trump in deze. Nee, ik volg Trump nergens in. Ik vind alleen. Maak je er helemaal... Wat kan het goddomme schelen waar de, waar de klemtoon ligt? Toch helemaal niks. Mensen zeggen ook Roosevelt. Dat is ook verkeerd. Je moet Roosevelt zeggen. Ja. Ga ik daar overal zeggen? Hey, je moet er wel aan denken. Dat de familie zelf, die zei Roosevelt. Ja. Omdat ze uit Nederland afkomstig waren. Nee. Precies, en je zegt ook New York. Daar bedoel je ook niks nou, mee. Man, ook zo wat dat gezeik over New York. Mag ik het misschien uitspreken? Ik zeg ook geen Paris, ik zeg Parijs. <laughs> ik zeg geen Moskva. Ik zeg geen Beijing. Maar Pe nou wat is ja, gaan ze bedoelen. Het is allemaal, het is mierenneuken. Het is spijkers op laag water zoeken. Houd u met verstandiger en betere dingen bezig dan dit soort van gepiemel. Trouwens, bij die bijeenkomst waar we het net over hadden, van Trump bij die zwarte journalisten. Uh, ze hadden voorgesteld om te fact-checken tijdens die bijeenkomst, maar toen heeft Trump gezegd, ik ga niet het podium op als jullie dat gaan doen. Dus toen hebben ze een uur later zijn ze van start gegaan zonder dat fact-checken. Joh, hij lult gewoon aan de, de ruimte, bedoel heb je, heb je wel zo'n stukje van zo die toespraken van hem gezien? Het is gewoon een gruwelijke kletskoek. Ja. Hij zegt ook van the greatest criminal ever is Biden. Het is allemaal van een, van een volstrekt onnozele onzin. Je ziet het ook is dat... een onzin kandidaat. Het tragiek is, niet waar, dat hij voor veel Amerikanen een soort messianistische betekenis heeft gekregen. Ja, en je ziet ook dat hij een deel van, van wat is voorbereid, dat doet hij van die autocue die naast hem staat, links en rechts. En daar wijkt hij dan af en toe van af. En dan vertelt hij dus iets uit, uit, uit ja, Los Angeles, schrikkelijk. Nou, ik heb het al meerdere malen gezegd. Wij lijden nu ondertussen ook weer aan de Trump-ziekte natuurlijk. Ja. Zorg dat je Amerika zal pas. Met moeite een nieuwe start kunnen maken politiek als Trump is verdwenen. Of hij nou wint of verliest, het maakt allemaal eigenlijk geen zak uit. Het gaat altijd over Trump. En het gaat altijd over Trump, omdat Trump precies dat is, niet waar wat de media prachtig vinden. Reuring, kletskoek, onzin, opwinding. Kamala Harris, Kamala Harris, Kamala Harris. Kamala Harris, Kamala Harris, eh, God houdt erop. Eh, en het feit dat we daar dus allemaal nu wereldwijd over zitten te zeiken, eh, dat is toch onbegrijpelijk. Eh, dat hij dat dus met een, een simpele switch, niet maar naar in feit en een vorm van racisme, bij hem zo bedoelt, dat is toch diep, diep treurig.